Hey, ik ben Chesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. Vandaag heb ik voor jullie een nieuwe video. Er gaat alweer een nieuwe abonnee bij, want er is iets met YouTube aan de hand. Want YouTube is kapot, jongens. Luister nou maar goed, YouTube is kapot. Waarom YouTube kapot is, omdat natuurlijk YouTube Gaming vandaag gelanceerd is op iets. En het is gruwelijk misgegaan met het abonneren op kanalen. Want als jij abonnee bent op mijn kanaal en je gaat naar YouTube Gaming, kon jij nog een keer op een kanaal abonneren. Niet alleen bij mij, dat komt bij elke YouTuber. Dus elke YouTuber heb ik gewoon vandaag fucking veel subs erbij gekregen. Zoals je ziet heb ik er voor mij op dit moment 130 bij gekregen als het niet meer is. Ik deed de intro, toen ging die van 115 naar 126. Ik durf te wedden dat hij in deze video nog een keer overspringt. Ah, hier, daar gaat hij. Let's go. 127, jongens. Maar ja, ik weet niet of ik er blij mee moet zijn met deze abonnees. Het kunnen natuurlijk legit abonnees zijn. Dus als je nieuw bent bij op mijn kanaal, welkom. Bedankt dat je bent geabonneerd op mijn kanaal. Je helpt natuurlijk naar de 10.000 abonnees toe. Maar als het al iemand is die op mij geabonneerd is, dan is het wat minder. Als je begrijpt wat ik bedoel natuurlijk. Want dan is het een inactieve sub of zoiets. Misschien kijk je allemaal video's, maar dan kijk jij met één accountje video's, terwijl je met twee accounts bent geabonneerd. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar thanks in ieder geval voor de abonnees. Maar het gaat gewoon heel erg hard vandaag. Ik tweet vanmorgen dat we de 4177 abonnees hebben. En we hebben nu gewoon de 4300. 27 abonnees. Als deze avond misschien nog wat door kan gaan totdat ik ga slapen, hebben we misschien alweer de 77 abonnees. I don't know. Voor mij is de glitch al opgelost wat ik heb gezien op YouTube Gaming. Want ik kon in ieder geval niet meer zelf op mezelf abonneren. Dus bij mij stond er gewoon al zo'n vinkje, laat maar zeggen, van dat ik al geabonneerd was met mijn andere account. Die zit hier op mijn telefoon die jullie hier ziet liggen. Maar ik heb het even geprobeerd. En bij mij stond er dus een kwartier geleden, dat was om 7:45. Ja, 7:45. Stond daar dus bij mij dat ik al geabonneerd was. En dat klopt, want ik ben al mijn eigen geabonneerd op de normale YouTube app. Bij mij stond dus dat ik was geabonneerd. Maar mocht die glitch nu nog zijn, dan heb ik echt gewoon door die glitch. En niet alleen door die glitch, want zonder die glitch groei ik ook gewoon met 40 tot 50 abonnees per dag. Wat natuurlijk ook echt insane is gewoon voor een kanaal zoals ik. En ik waardeer het ook heel erg. We krijgen de laatste tijd wel dislikes, 20 op video. Maar weet je, als je de video dislikt, je kijkt de video. Dus je helpt mij, punt 1, met views. Dus je helpt me naar de 1 miljoen views. Je laat me meer geld verdienen door views. Dus ja, ik ga geen bedankt zeggen, want je helpt me niet echt. Ik hoop ook gewoon dat het ophoudt. Dus als jij me disliked, laat even weten waarom je me disliked. Maar laten we verder gaan met het onderwerp. Maar ben ik aan het praten, want natuurlijk de abonnees. Het gaat natuurlijk zo. YouTube is natuurlijk gewoon heel groot. PewDiePie is de grootste YouTuber. Die heeft 42 miljoen abonnees. En dat is echt insane. Die gaat per dag, komt dit erbij bij hem. Dat komt misschien wel per uur bij hem. Maar YouTube is gewoon, was broken of is broken op dit moment. Dus YouTube, fix your shit. Als je het nog niet gefixt hebt, fix het. Want wij lijden eronder. Althans, sommige mensen vinden dit leuk. Dat is zo erg goed. Ik vind het ook wel gaaf. Maar als inactieve subs zijn, dan is het kut. Dus aan de ene kant hoop ik ook wel dat ze dan de inactieve subs verwijderen zoals ze altijd doen. Maar dan heb je weer kans dat ik opeens op de 4100 abonnees zit. Maar dat denk ik ook niet. Want er zijn ook gewoon veel nieuwe mensen die natuurlijk abonneren op mijn kanaal. Dus zoals ik al zei, welkom. Ik ga je bij de video afsluiten. Mocht je nodig van deze video, laat even je blauw duimpje omhoog achter. Helpt natuurlijk enorm. Hoop jullie ook te zien morgen om 3 uur bij weer een gloednieuwe video. En abonneer voor meer als je dat nog niet hebt gedaan na dit awesome getal. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot morgen. Doei.